Nou, ik weet dat er van meerdere clubs interesse is getoond in Sven. En er hebben zich meerdere clubs bij Sparta gemeld. Ik weet dat al sinds gisteren. En ja, dat is nu afwachten. De clubs zijn met elkaar in gesprek. En ja, tot op heden is daar nog geen witte rook. Dus het kan ook zomaar zijn dat Sven nog wel het komende half jaar bij ons speelt. Maurice, vandaag een 1-1 tegen NEC. Maar ik kan me voorstellen dat het toch een beetje voelt als een gewonnen punt. Ja, terecht. Ik vond dat wij vandaag een van onze slechtste, misschien wel de slechtste wedstrijd van het jaar hebben gespeeld. En, ja, heel veel spelers gaven niet thuis in heel veel hoofdmomenten, vind ik. Aan de bal heel slordig, zonder bal geen enkele druk op de tegenstander die eigenlijk een soort van vrije avond had. Nou, er valt ook nog iets centrum vlak voor rust uit. Veel kleine blessuretjes. Nou, gerepareerd in de rust, dan denk ik dat we redelijk uit de kleedkamer komen. Een tijd gaat er denk ik enigszins gelijk op. Maar dan maak je de 1-0 ja, en daarna is het eigenlijk alleen maar tegenhouden. En dan, ja, dan valt die goal wel, maar daar kon je eigenlijk wel op wachten. Ja, die zat er dik aan te komen. Laten we nog heel even naar die eerste helft teruggaan. Op een gegeven moment op het einde moet je op hetzelfde moment je complete centrum wisselen. Nou, wisten we van Vriends dat hij al een beetje wobbly die wedstrijd inging. Ja. Hoe is het met hun nu? Ja, dat is afwachten. Adil ging door zijn enkel heen en we hoopten dat hij nog even door kon spelen, maar dat ging niet meer. Bart gaf aan dat hij tot de rust door wilde spelen, maar ja, dat heeft dan ook niet zoveel nut meer als het nog een paar minuten is. Dan kan ik hem net zo goed gelijk wisselen, voordat hij het helemaal kapot loopt. Dus ja, ik heb geen idee hoe lang die twee eruit zijn. Nee, dat zal nog even koffiedik kijken. Ik zag Lauritsen ook, die ging ook niet helemaal ook zo fris er meer af. Ook niet fit, dus nee, dit is wel, we zitten wel wat dat betreft qua punten doen we het redelijk goed. Maar we zitten qua blessures wel even in de hoek waar de klappen vallen. Vorige week Vito uitgevallen, nu Tobias, vorige week Saito uitgevallen. Dus ja, dan wordt de spoeling ineens dun. Ik had vorige wedstrijd, dacht ik, hé, de zieke boeg is leeg. Ja. Mesh is afgelopen. Ja, het is weer een nieuwe aflevering van Mesh. Laten we hopen dat er geen vervolg en geen prequel aangegeven wordt. Dan uiteindelijk, je komt op die 1-0 voor. Ja, ik noemde hem op de radio redelijk onterecht. Omdat hij gewoon de betere partij was. Had je daarna nog hoop van, nou ja, heel stiekem misschien lukt dit nog? Ja, omdat ik ook het idee had dat er ook een periode was dat zij wel veel drukte, maar eigenlijk geen kansen creëerden. En ja, eigenlijk die goal is eigenlijk ook heel slordig. Die valt eigenlijk uit het niets. Die is niet helemaal niet eens goed uitgespeeld. Het is gewoon een schot. Dus ik vind dat we daar ook niet goed staan. Maar ja, al met al heb ik ook tegen de jongens in de kleedkamer gezegd, deze wedstrijd heel snel vergeten. Een punt meenemen naar Rotterdam en weer opladen voor Fortuna. Dat is misschien ook wel weer positief dat je gewoon slecht speelt en een punt pakt. Nou ja, zo kun je het ook zien. Hè. In het verleden verloren we dit soort wedstrijden nog wel eens. En nu pak je toch nog een punt. Nou, dan nog heel even, want de wedstrijd was nog een paar minuten afgelopen. Of er stond gelijk alweer wat op internet. Sven Meijnans zou vertrekken naar Feyenoord. Wat weet jij ervan? Wat kun jij erover vertellen? Nou, ik weet dat er van meerdere clubs interesse is getoond in Sven. En er hebben zich meerdere clubs bij Sparta gemeld. Ik weet dat al sinds gisteren. En ja, dat is nu afwachten. De clubs zijn met elkaar in gesprek. En ja, tot op heden is daar nog geen witte rook. Dus het kan ook zomaar zijn dat Sven nog wel het komende half jaar bij ons speelt. Dat hoop ik uiteraard vanuit sportief oogpunt. Maar aan de andere kant weet ik ook dat we intern met elkaar hebben afgesproken dat Sparta ook gewoon 1 of 2 spelers per jaar moet verkopen. En is het natuurlijk ook een mooi signaal naar alles en iedereen binnen Sparta dat een eigen jeugdproduct naar een van de topclubs in Nederland kan gaan. Is er voor jullie dan nog tijd genoeg om door te schakelen om te kijken of er nog wat te halen valt? Ja, dan moeten we kijken. Kijk, het is heel rijkelijk laat. Maar wij hebben heus wel een aantal alternatieven liggen. Maar je moet ook kijken of dat nu nog haalbaar is. Dus let's see. Ja, dat is dan nog even afwachten. Dan komt er ook nog een nieuwe doelstelling. Die zou na vandaag komen. Ik kan me voorstellen dat die eigenlijk misschien na de transfer deadline pas komt. Heb ik ook gezegd, hè. Ik heb constant geroepen van ik wil eerst die wedstrijden afwachten. Met name de wedstrijd tegen NEC. Hoe staan we ervoor? Maar het allerbelangrijkste voor mij was hoe houden we de groep intact. En dat is nu maar de vraag of we de groep intact houden. Het is ook de vraag hoe langdurig de geblesseerden zijn. Dus laten we deze week eerst eens even afwachten. En dan zullen we ons vrijdag wel melden met, dat willen jullie zo graag horen, een nieuwe doelstelling. Ik vind het allemaal niet zo heel erg spannend. Want ik wil altijd gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Maar dan gaan we maar wat uitspreken. Ja. Oké, okay, nee, dat is goed. Ja, toch? Ja, nee, helder. Thanks, dank. Ja,